Welkom beste kijkers bij Shock Reporter TV. Zaterdag reist Shock Reporter af naar Sportpark De Put om een videosamenvatting te maken van de topper in de vierde klasse D tussen VVSC en Unitas. Ook blikken we nog even terug op de wedstrijd Lekvogels Elinkwijk waar we afgelopen zaterdag een videosamenvatting van hebben gemaakt. Helaas geen doelpunten, maar we laten aan het eind van de uitzending nog een paar mooie beelden zien van deze wedstrijd. In de vierde klasse D is het reuze spannend en we zijn dan ook razend benieuwd wie er aan het eind van het seizoen met de kampioenschaal in de handen zal staan. Argos staat momenteel bovenaan met 18 gespeeld 44 punten. Unitas staat tweede met 18 gespeeld 43 punten. Groot Amers derde met 18 gespeeld 40 punten. En VWC vierde met 17 gespeeld 38 punten. Een tijd lang leek het erop dat Unitas onbedreigd op het kampioenschap zou afstevenen. Maar opeens ging het team van trainer Hans Bos punten verspelen en de concurrentie profiteerde daar dankbaar van. Ook het VWC van trainer Maarten Bovenhof heeft zich intussen in de strijd gemengd om de titel of een periodetitel. Uit de laatste 5 wedstrijden werden er 13 punten binnengehaald. Uit of thuis maakt voor VWC weinig verschil uit. Uit werden er 19 punten uit 9 wedstrijden binnengehaald en thuis 19 punten uit 8 wedstrijden. Voor VWC is het zaterdag belangrijk om de volle buit binnen te slepen, want bij verlies haken de Bovenhofmannen waarschijnlijk even af. Ja, zo ik al in het begin zei, leek Unitas onbedreigd op de titel af te steven, maar opeens werd er punten verspeeld waar de concurrentie dankbaar gebruik van maakte. De laatste weken gaat het weer wat beter. Uit de laatste 5 wedstrijden werden 10 punten aan het totaal toegevoegd. Bij Unitas maakt uitspelen of thuisspelen wel een verschil. Zo werd er thuis met uit 9 wedstrijden 24 punten binnengehaald en uit 19 punten uit 9 wedstrijden. Ook voor het Unitas van trainer Hans Bos is het zaterdag belangrijk om geen punten te verspelen. Wij hopen zaterdag op een mooie en spannende wedstrijd en als het even kan mooi weer. Wij laten nu enige spookmomenten zien van Lekvogels Elinkwijk van vorige week. Ja beste kijkers, het zit er weer op. Kom zaterdag in grote getale naar Sportpark De Put om hopelijk van een leuke en spannende wedstrijd te genieten. Bent u helaas verhinderd? Geen probleem, want vanaf zaterdagavond kunt u videosamenvatting zien van de wedstrijd op sokkerreporter.nl en regiovoetbal.nl. Bedankt voor het kijken en tot...